Good, Kelfair. Mijn naam is de Boer. Jazeker, de Boer. Hi, ik ben de Boer. Aangenaam kennis te maken. Ik heet niet de Boer. Ik heet Calvin, a.k.a. Kelvin. Jazeker, dankjewel. Mocht je deze video kijken en denken, yo gast, what the fuck is dat voor geluid op de achtergrond? Nou, dat is dit. This is my new friend. He's called Air Conditioning. And Air Conditioning is my best friend today. Cause it's fucking heat. Jazeker, welkom in de Sahara tegenwoordig. Nederland is verschoven naar ergens rondom de evenaar waarin het tegenwoordig blijkbaar fucking heet is. Nou, dankjewel. Ik krijg gewoon een licht hoofd van de hitte. Ik word gewoon echt een beetje lightheaded from this fucking bullshit. Ja, en als ik er dan ook nog voor kies om lekker enthousiast een video op te nemen, dat is niet per se heel goed voor mijn gezondheid. Maar hey, I don't give a... Oh, wacht even. Rustig aan. Kijk, als er één ding belangrijk is met dit weer, is dat je moet blijven hydrateren. Blijf hydrateren, mensen. Dat is een van de belangrijkste zaken. Je moet gewoon lekker water door je slokdarmpje laten gaan. En als dat gebeurt, dan kan er niks fout gaan in deze hitte. Snap je wat ik bedoel? Het enige wat fout kan gaan, is dat je verslikt. Het is dag 1532. Het is nog steeds warm in Nederland. En ik ga een beetje dood verhitten. En mijn kat wil naar binnen. Arnie, kom maar lekker naar binnen, joh. Kom maar lekker naar binnen. Ik snap dat je het warm hebt. Kijk, daar zijn we weer. Arnie heeft het ook warm, hè? Oh, Tiger. Wat legendarisch dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mocht je nog geen onderdeel zijn van de leukste, meest epische, grappigste en toch wel boeiendste familie van Nederland, doe dat dan even door te abonneren op mijn kanaal. Bah! Kap 2 moet ook naar binnen. Fuck, die beesten de hele tijd. Blijf binnen of blijf buiten. Ja. Yeah. Kies even iets, lieverd. Noortje, how are you, my friend? Are you a happy cat? Are you happy in la casa de la Calvin? Are you having a good life right here? Of niet? Oké. Join de Kelfam door je te abonneren op mijn kanaal. Volg me op Instagram. En mocht je nou nog denken, hey Kelvin, ik zou graag een boekje willen lezen deze zomer, maar ik heb geen idee welk boek. Nou, daar heb ik wat leuks voor je. Namelijk mijn nieuwe boek genaamd Van Niks naar Gordon. Van Niks naar Gordon. What is this motherfucking bullshit? Ik word er echt boos van. Mijn nieuwe boek genaamd Van Niks naar Gordon. Jezus, ik kan ook echt. Ik ben zo'n slechte verkoper. Ik ben echt de slechtste verkoper ever. En de prijs voor de slechtste verkoper ter wereld gaat naar Kelvin! Dankjewel, ja, dankjewel. Kelvin, wil je nog wat zeggen tegen de mensen thuis? Jazeker, bedankt allemaal. En ik heb een nieuw boek. Je kan, koop hem, blijf hem, nou, ik denk dat ik zeg ja. Ik ben inderdaad, ik snap wel waarom ik de winnaar ben. Mijn boek Van Niks naar Kliks is te verkrijgen op Calvin.nl en in alle Bruna's door de heel Nederland. Dus ga lekker het winkelcentrum in, koop mijn bakka. Bakka? Bakka. En leer hoe je van niks naar kliks kan gaan door mijn verhaal te lezen en ook alle tips en tricks van andere YouTubers zoals Giel van StukTV, Aranoushi, Monika Geus, Dylan Hagens, al deze motherfuckers die de game runnen. Ze leren je hoe je YouTuber moet worden, dus doe het zo. Auw, auw. Ik ga vandaag series van YouTubers raden. Dat heb je ongetwijfeld al in de titel gelezen. En maar ik ga het nog één keer zeggen. We gaan de titel series van YouTubers raden. Ja. Ik zie de titel van een serie van een YouTuber. Dus bijvoorbeeld Gekkenwerk. En dan moet ik raden, nou, welke YouTuber heeft die serie gemaakt? Nou, het was wel een goede serie, ja. Dus er moet sowieso een legendarische YouTuber gemaakt hebben. Ah, het is vast niet Koen de Wilter. Ah, fout. Het was Calvin. Fuck. En zo werkt het spel. Laten we beginnen, Kelvin. What's good? Extreme Mukbang. Pra, pra, pra. Oeh. Extreme Mukbang is een serie van Aranoushi. Of Masha Verkhovtisova. Extreme Mukbang is denk ik van Anna. Aranoushi. Hey. Ja hoor, Kelvin heeft ook eens een keer wat goed. Jee. Meteen fucking hyped. Eén vraag goed, lekker. Netjes. Deel 2. Foute Matties. Dat is een serie van. Doe gezellig thuis mee. Formuleer een antwoordje in je hoofd. En dan gaan we over naar het antwoord binnen 3, 2, 1. Super gaande. Even kijken of dat klopt. Oh ja, zeker. Lekker bezig, Kelvin. Nee, lekker gedaan. Oh yeah, motherfuckers. Nu is het klaar. Gare TV-programma's is een serie van Sophie Milzink. Laten we kijken naar het goede antwoord. Het was inderdaad Sophie Milzink. Now watch me. Oh god. Nou, kan niet altijd goed gaan, hè? Snap je? Hashtag clickbait. Ik weet serieus het antwoord op deze vraag. Laten we even reëel zijn, Kelvin. Kelvin, ik praat tegen mezelf. Hallo, Kelvin. Aangenaam kennis te maken. Yo, aangenaam kennis te maken, man. Gefeliciteerd met je Van Niks naar Kliks boek. Gaat het dan weer over dat tanto? Waarom gaat het over dat tanto boek? Nou, dat is gewoon een vet boek. Je kan kopen op Calvin.nl. Oké. Nee, kijk, ik denk als we even realistisch zijn dat de kans relatief aanwezig is dat ik alles goed ga hebben met deze serie. Met deze serie. Het is ineens een serie geworden. Nee, met
met deze quiz. En ik weet, ik heb het vaker gezegd, mocht je al langer onderdeel zijn van de KelFam, dan weet je dat ik vaak genoeg zeg, vandaag ga ik sowieso alles goed hebben. En dan echt zo net op het eind niet. Ik weet, is een serie van ponkers. Nee, wat is dit dan voor serie? Clickbait was toch die serie dat ze echt zo gaan doen alsof... Nou, vandaag weer een nieuwe aflevering van Ouders Overstuur, de serie waarin jullie maar kijken. Nee, de koffer gemeten. Hier staat Kortom. Kortom heet helemaal niet deze serie. Clickbait is van ponkers toch? Clickbait show? Clickbait show. Ah, fuck it. Ik reken hem goed, want er is onduidelijkheid in de quiz. Er is onduidelijkheid in de quiz. Kijk, mijn Mattie Quinten maakt deze quiz. En ik bedank hem daar altijd heel erg voor. Hij is alleen niet zo'n goede quizmaster. Ik denk dat je hem niet per se een hele goede quizmaster kan noemen. Comedy! Er waren tijden dat ik grappig was. Rest in peace, Comedy Calvijn. Los in... dit is Stuk TV. Het is los in... ik heb zelfs een keer meegedaan aan een aflevering van Los In. Laten we even kijken naar een fragment. Yeah! Ja hoor, waren het goed. Dank u zeer. Kebab King. ik las dit en ik dacht, hè? Kenk, kakababang? Het is een serie van Mertabi, dat weet ik toevallig, want we zijn homies for life. Ja hoor, al fijn dat het wederom goed. Zal ik jullie even wat vertellen, namelijk de kans dat ik alles goed ga hebben vandaag is ongeveer net zo groot als de kans dat jij mijn boek koopt, namelijk 99%. Liefs Mandy. Ja hoor, ook deze serie kan ik mij zeer goed herinneren. Hij was niet per se grappig, hij was vooral heel serieus. Comedy! Wat is tegenwoordig nog een grap en wat is tegenwoordig niet meer een grap? Dan denk je, dan ga je dan over nadenken, joh. Dit is een serie van Gio Latoy. Tada! Ik ken weinig YouTubers die het aan zouden durven om zo'n serie te maken. Ik weet niet of je het kent, maar dat was een serie waarin het was zeg maar allemaal fake, maar dan ter promotie van de kindertelefoon, zodat mensen allemaal geschokt zouden raken en het was fucking briljant. Ik vond het briljant. Maar tegelijkertijd was het ook een gevaarlijke operatie en Gio had de ballen om het gewoon te doen en ik ben trots op hem, want hij heeft 1 miljoen abonnees. Dus gefeliciteerd, vriend. Masker plus kletsen, oh fuck. Dit is eentje, ik heb dit nog nooit van mijn leven gezien. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Als ik even mijn analyses erop loslaat en als ik even terugdenk aan het feit dat waarschijnlijk maskertjes gaan over vrouwen die make-up op hun smoel smeren en er een aantal vrouwen in Nederland zijn die dat doen, waaronder Masha van Beauty Gloss, denk ik dat zij nog best wel eens degene zou kunnen zijn over wie dit gaat. En dan pak ik even mijn boek erbij en dan ga ik even lezen naar... Ah! Oké, is goed, duidelijk. Ik denk Masha van Beauty Gloss, laat het goed zijn. Laat het goed zijn, mensen. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik had nooit gedacht dat ik zo dichtbij de volle winst zou komen. We zijn nog niet klaar, maar ik ruik hem al. Ik ruik de winst. Oh, Calvin, je hebt echt die grote neus. Ja, vertel me iets wat ik niet weet. Nou, je vriendin is zwanger. Wat? Wat? Bestemming onbekend. Dylan Hagens. Een van mijn betere YouTube vrienden die ook te vinden is in het boek van Niks Naar Kliks. Het is Dylan. Ja hoor. Wreck my journal. Wreck my journal. Vroeger op het schoolplein had je zo'n schommel. Had je zo'n wipkip. En had je ook zo'n, hoe heet het, zo'n klim. Ja, zo'n klim. Wreck my journal comedy. Dankjewel mensen. Bedankt. Ja, dankjewel. Wreck my journal. Ik vind het spannend, want ik heb geen idee. Ik weet, wie maakt dingen over wreck my journal? Klinkt als iets wat Teske zou kunnen doen. Klinkt ook als iets wat, kom op. Een soort van, beautiness. Joy beauty. Ik ga voor beautiness. Dit is wel spannend. Dit is zeer spannend. Wreck my journal. Wreck my journal. Ga voor beautiness. Kom op man. Gun me deze. God non nu. Nou, dat vind ik dus echt niet leuk. Ik dacht echt dat ik het echt dat ik goed zou hebben. God non nu zeg. Ik vind het zo karig. Ik zat nog na te denken. Hey, is het nu echt tijd dat ik alles goed ga hebben? Gaan we op dit punt komen? Dat ik gewoon voor altijd deze quizjes oninteressant gaan zijn omdat ik ooit eens een keer alles goed heb gehad? Ik dacht, nou, volgens mij is het vandaag wel zo'n dag. Want het is zeg maar 40 graden. Ik heb een airco op mijn bakkers. Ik heb net mijn strijkijzer kapot gemaakt. En nou wil ik eindelijk weer eens het goed hebben. En dan faal ik weer. Dat is niet te
desalniettemin gaan we door naar de volgende, namelijk Televisie Crash. Nou ja, het is vrij simpel. Dat was een serie van mij en van Peter op Cinemates, de Televisie Crash. Dankjewel alsjeblieft. Goed gedaan, Kelvin. Hey, what's good, Kelvin? Kopen en slopen. Kopen en slopen is ook vrij makkelijk. Het is een serie van, jawel, Rutger Fink. Ook wel bekend als Furtje. Tada! Nu zul je zien dat het allemaal voor de wind gaat. Dus het, nu is het allemaal makkelijk. Nu ga ik alles gewoon goed hebben. Geven en nemen. Wat zijn die katten van mij allemaal? Wat doen jullie allemaal? Zijn jullie allemaal geluid aan het maken? Ik kom jullie straks pakken, motherfuckers. Wat hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie gedaan? Ik hoor een geluid. Wat hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie gedaan? Ik hoor de geluidjes. Jullie zijn motherfucker. My boekhouding! What did you do to my boekhouding? Lieve boekhouder, als je dit kijkt. Dat is niet mijn schuld. Het was de schuld van mijn kjatten. Die nu doen alsof er niks aan de hand is. Zie je wel kijken met je ondegende bakkers? Ja, ga je mezelf maar likken. Ga maar weg. Later. Goed, laten we teruggaan naar de basis van deze quiz. Namelijk Geven en Nemen is een serie van, jawel, Milan Knol. Ook wel bekend als Dagelijks HD. Een serie waar ik ook aan heb meegedaan. Dus het zou ook een schande zijn als ik niet zou weten van wie deze is. Dagelijks HD. Jazeker. Donderdag. Donderdag met hoofdletter D-O-N. Laten we even kijken. Het zou misschien... misschien is het wel een serie van Enzo Knol. Nee. Nee, ik denk het. Misschien is het wel een serie van Jeremy Friese. Nee, dat denk ik ook niet. Misschien van Link Tijger. Nee, dat denk ik ook niet. Misschien een serie van Don. Omdat het letterlijk in de titel zit van de serie. Nou, misschien wel. Laten we even kijken. Ja hoor. Don, a.k.a. Game Meneer. Heet inderdaad. De serie genaamd Donderdag. Omdat hij Don heet. Bedankt voor het kijken naar deze video. Komen er zaterdag weer een nieuwe aflevering van De Dikste Dealer. En dan zeg ik voor nu nog heel eventjes. Kom mijn boek op kafijn.nl en doe eens gekkie met dan normaal genoeg. Hey, what's good?